Mark, hier hebben we het. Voorzitter, ja, ik kan daar niet meer mee lachen, hè. 13-0. Nou, dat verdient een trofee, hè? Van de grootste knoeiers. Wat voor een slechte reclame voor mijn saucissen. Het is niet moeilijk, hè, dat wij verliezen. Onze spits hier, hè? Midden in een avond verdwijnt hem naar zijn keuken. Ach ja, gelukkig dacht Mark eraan dat zijn oven nog aan stond. Ja, anders was heel mijn keuken uitgebrand. Ja, ja, maar wij moesten wel met 10 man verder, omdat uw kok hier een rode kaart kreeg. Zelfs als je met 20 op het veld staat, hè, dan verliest je nog. Zal het gaan, ja? Zeg. Dag, mevrouw de Schepen, van sport. Goedemiddag. Meneer de voorzitter, ik heb heel goed nieuws voor uw ploeg. Die krabbers, dat zijn mijn ploeg niet meer, hè, mevrouw de Schepen van sport. Aan wie moet ik dan de fair play beker overhandigen? Allee, als meest verdienstelijke sportclub. Aha, verdienstelijk. Wij eindigen elk jaar als laatste. Ah, ja. Juist daarom. Jullie gaan al 17 jaar dapper door onder het motto: deelnemen is belangrijker dan winnen. Ha, dat is toevallig ook mijn motto. Ik ga maar eens mijn soepklik opzetten. En bij die trofee hoort natuurlijk een prijs. Dan kunnen wij ineens onze nieuwe spits aankopen. Nee. Het is geen geldprijs, maar een... Een gratis vat. Een gastronomisch luxe weekend voor 2 personen. Oh. Eindelijk waardering voor de jarenlange belangeloze inzet. Ulla, ik heb hier wel altijd het meeste werk gedaan, hè. Oh, dag. Allee, voorzitter. Oh, verdient als trainer toch een prestatie. Maar het verdient ook een prestatie. Ik heb hier het meeste dakschotels verzet. Jij moet zo'n paar met 7 gaan. Misschien had de gemeente die beker toch maar beter aan de duivenmelkers gegeven. Niet aan Fernand, zeker? Nee, mevrouw de Schepen, u moet dat begrijpen. Na de match mag iedereen hier zijn frustraties eruit gooien. Debriefing noemt ons een trainer. Ja, maar ik los dat op, hè. Dat weekend gooien wij in de groep. Dat stinkt erna verbrand. Wel, dan kom ik volgende week de beker en de bon voor het gastronomisch weekend uitreiken. Pascalke, geef mevrouw de Schepen van sport een keer iets te drinken voor mijn rekening. Hè? Dat is heel vriendelijk, maar ik moet nog naar het bal van de pompiers. De pompiers zullen zijn versier wel staan. Pas op. Maar wat heb jij nu uitgestoken? Maar lees zeg. Zeg, doe iets. Het is hier precies een staande receptie. Ja. Het ligt ook. Wat heb jij nu gedaan? Ja, die soep die moest nog trekken. Ik zal nog een keer mijn leven op het spel zetten voor u. En jij saboteert eerst onze match en nu de keuken. Kieken! Gooi het eruit, mannen. Kom aan, gooi het eruit. We doen dat goed, hè. Wij maken niet heel het jaar door ruzie, hoor, mevrouw de Schepen van sport. Nee. Tijdens de winterstop is dat heel wat minder. Zeg, dat is nu de eerste keer in 5 jaar dat ik niet kan meedoen met Blackie. Ik zal volgend weekend die een beker doggy dancing wel in uw plaats winnen. Dan kunt u hem zien staan, iedere keer als je er komt. Ik zou maar niet te vroeg juichen. Ik vind wel iemand anders dat wilt meedansen met Blackie. Kom. Zeg, doggy dancing, is dat zoiets als dirty dancing? Nee. Dat zijn baasjes die dansen met hun hond. Oh, dat is belachelijk. Ik wist niet dat zoiets bestond. Dat is een internationale sportdiscipline waar je serieuze prijzen mee kunt winnen. Alleen gelijk op de voetbal. Van die nozel bekers. Nee, mooie bekers. En ook geldprijzen. Wacht maar. Hop. I'm gonna knock on your door. Knock on your door, call out your name. Wake up the town, you'll see
roken en ik ook, hè? Dat vraagt jaren training. Je moet daar veel geduld voor hebben. Oh, maar ons neerroken kan dat ook. Neerroken misschien wel. Maar jij? Ik dans al jaren de tango, de salsa, de flamenco. En ons neerroken voelt mij heel goed aan, hè? Zelfs nog beter dan mijn Xavier. Dat is niet zo moeilijk. Kom, Nero, we laten ons hier niet beledigen, hè? Nee, nee. Wij hebben recht op dat weekend, want Paul is al jarenlang gratis trainer, hè? Mark is al jarenlang belangeloos de spits van de ploeg, hè? Belangeloos? Wel, hij speelt al jaren in het belang van de tegenstander. Ja. Zoveel gezever voor een gastronomisch weekend. Wat is er mis bij een simpele dagschotel? Xavier heeft gelijk, hè. Geen dat braf is, zeg. We doen gewoon lotje trek. Dat is stom geluk. Daar is niks verdienstelijk aan. We organiseren een sportquiz. En wie dan wint, die mag op de weekend. Oh, nee, 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 nee. Dat vind ik niet eerlijk. Oh, nee, niet iedereen kent iets van sport. Oh. Dan een gewone quiz? Ja. Ah, oh, wel, dat is een goed idee. Wie gaat de vragen opstellen? Oh, dat wil ik wel doen. Ja, dat ziet je van hier. Ja, dat wij onze prijzen nu aan de gang geven. Jij bent daarvoor niet slim genoeg, Kostermaas. Maurice is de slimste. Ja, Maurice weet het meest van ons allemaal, is niet? Ik zeg altijd, weet dat wie veel weet, ook weet dat hij weinig weet. Ben gedacht. Ja, toch vind ik dat niet goed dat Maurice die vragen opstelt. Oh, wat is meneer Boma? Jaloers, hè? Juist niet. Maar als Maurice die vragen opstelt, dan kan Pascal niet meedoen. Ze zou vooroordeeld zijn. Bevoordeeld. Ah, wel ja. En wel ja, dat is waar. En wel, het is goed. Maurice en ik, wij zullen wel een andere keer op weekend gaan. Oh, fantastisch, zeg, dat quiz. En nu dat mijn oven kapot is, heb ik veel tijd om te studeren. Ja. Markske, ja, de rekening graag. Ja. De laatste keer dat ik u heb weten studeren, was voor dokter. Ja. Dat was niet echt een succes, hè? Oh. Mijn Mark die kan heel goed studeren. Ja, hij mag zich alleen niet laten afleiden. Twee pintjes, een frisdrank en een koffie. Dat is 1,25 plus 1,25 maal 2 plus 1, 5. Nee, wacht. Ja. Nee, wat, dat zijn 4 puntjes. Ik begin opnieuw. 1 plus 1 is 2. 2 plus 2 is 4. 4 plus 4. Wie. Ja. Ja, nu ben ik mijn tel kwijt, hè? Ik hoop dat dat kind uw verstand heeft. Hoe hoog is de Eiffeltoren? 120 meter? 300? Ja, ik wist toch dat dat iets met 100 was, hè? Ja, almighty. Doortje, kom, doe het licht maar uit. Ik wil slapen. Ik wil goed voorbereid zijn om dat weekend te winnen. Maar hey, als leraar heb ik meer parate kennis dan alle kampioenen samen. Nou ja? Ja. Hier. Welke nationaliteit had Freud? Freud, dat was een Duitser. Freud Sigmund, psychiater, geboren in Oostenrijk. Ah, oh, ja, maar jij bedoelde de psychiater Freud, ja. Kende jij een andere Freud? Hier, over Freud gesproken. Hoe komt een worm in een appel? Dat is gemakkelijk, jij zegt. Ja, langs de schil. Mis, hij wordt erin geboren. Dat kan niet. Ja, dan, hier, hey, hier. Mag ik dat niet zien? Nee. Stop. Allee, rustig. Hey. Ik wil slapen. Ik moet nog veel studeren morgen, blijkbaar. En jij? Jij bent uw parate kennis aan het bijschaven, zeker? Nee. Ik ben hier gewoon aan het kijken of dat hij ons niks wilt wijsmaken, die een Benkrabé. Ja, Mark. Door strips te lezen gaat je die quiz niet winnen. Pas op. Asterix en Obelix, dat gaan wel over de oude Belgen en het Romeinse Rijk, Xavier. Ja, en Suskin en Whisky gaat over de toornige tjiftjaf. De tjiftjaf, ma, is een fraaie vogel met zwarte poten. En weet je welk geluid dat die maakt? Fout. Tjiftjaf, tjiftjaf. Ja, die roept dus eigenlijk zijn eigen naam. Mark, mijn klanten hebben geen plaats. Waarom studeerde jij thuis niet? Bieke kan niet tegen de rommel. Oh. Ja, daarom dat ik
ik ook altijd gebuist was voor mijn examens. Hè. Bieke die leidde mij af. Die was altijd aan het opruimen. Ik lag zeker niet aan u. Nee. Mijn prof die zei altijd, meneer Vertongen, als u ooit dokter wordt, dan zullen de doden uit hun graf verrijzen. Nee, maar dat is toch een mooi compliment, hè? Hallo. Hallo. Maar vanavond geen training. Oh nee, Paul. Paul, doe me dat niet aan. Dan moet ik heel de avond studeren van Carmen. Ik wil iedereen evenveel tijd geven om zich op die quiz voor te bereiden. Oh. De spelers, de voorzitter... En vooral de trainer zelf. Nee. Maar het gaat hier om de fair play trofee, dus iedereen moet gelijke kansen krijgen. Ja, maar ik versta de trainer. Ja, zo'n weekend, dat is veel geld waard. Ja. Oh, nog meer tijd om te studeren. Ik voel het, hè. Ik ga winnen. En wie gaat je daarvoor meebrengen? Meebrengen? Ah, Bieke natuurlijk. Ja. Maak jezelf toch niks wijs, jongen. Wat kan ik? Jij mag mee bij mij op weekend. Maak jij jezelf maar niks wijs. Daar, je wilt niet. Daar zou jij nog kunnen spijt van krijgen. Want ik ga die quiz winnen. Ja. En wie gaat jij daar voor meebrengen? Ja. Dat zul je wel zien. Je zou die oogjes nog kunnen opentrekken. Pascalke, wilt je eens een orangeade brengen, alstublieft? Maurice is nog alleen maar bezig met die stomme quiz. Hij had nogthans beloofd om mijn fornuis te herstellen. Oh, maar dat was kan, maar ik wil dat wel doen. Wat kent jij nu van mijn fornuis? Van antiek ken ik alles, hè. Ja. Jij wilt gewoon profiteren van een andermans miserie. Ik doe dat gratis, hè. Ja. Pas op, ik neem eerst foto's van de brandschade. Ja. En jij moet mij pas betalen als de verzekering betaalt. Oh. Hey, ik zal niet direct met een Kodak gaan aan. Doe dat. Ja. Hey, ik ben al weg, zie. Ja. Gelukkig dat hier al buiten is. Wilt je nu eens allemaal zwijgen? Ja, dat gebabbel kan ik me niet concentreren, hè. Ja, maar je moet beter je best doen, hè? Anders kan ons mama nooit die wedstrijd winnen. Ja, maar doe dan niet mee, hè, Sjoeke. Als wij samen studeren voor die quiz, maken we meer kans om dat weekend te winnen. Ik win die doggy dancing wedstrijd. Zorg jij maar dat je die quiz wint. Allee, vooruit, studeren. Doe, dan gaan we de pasjes doen zonder muziek. Ja? Allee. I, uno, dos, i, tres, i. Passa! En uno, dos, i, tres, en passa! En uno, dos, i, tres, en ja! Sjoeke, dat beest kan niet eens tot drie tellen. Zeg, is dat nu gedaan met altijd kritiek te geven op mijn boelke? Je ziet of dat jij je lesje wel kent. Och, in die vrouwenblaadje staat alleen maar flauwekul. Oh ja, dat is wel allemaal wetenschappelijk bewezen, hè? Oh. Ja. Hoe dikwijls doet een Vlaams koppel het per week? Wat, tv kijken? Nee, het. Wat het? Het liefdespel bedrijven. Spel. Het penseel der liefde hanteren. Van binnen gaan! Ja. Zeg! Sjoeke, het is goed. Ik denk niet dat Maurice dat soort vragen stelt. 2,3 keer. 2,3, dat is belachelijk. Jij doet het 0,3 keer. Dat is pas belachelijk. Uno. Zeg, Fernand, je gaat... Die foto's zijn niet voor uw album, maar voor de verzekeringen. En begin er nu maar aan. Zo die quizmaster is uit zijn kop lokken. Brand in Borto, brand in Borto. Brand. En daar is geen water. Kan dat hier misschien een beetje stiller? Sorry, maar madame Pascal heeft mij gevraagd om haar fornuis te herstellen. Hè.
pakt misschien even een pauze? Nee, dan ben ik helemaal uit mijn concentratie. En toch zal ik die vragen krijgen! Kunt jij niet even een pauze nemen? Ik ben aan mijn laatste vraag bezig. Dat kan me dan Pascal niet graag hebben, hè? Misschien kan ik even helpen met die laatste vraag. Een vraag over antiek. Ik zeg altijd, wat je alleen kunt, moet je niet met twee doen. En ik zeg altijd, miserie, miserie, miserie. Ja, Maurice. Fernand, ik heb toch gezegd... Ja, maar jij bent toch veel slimmer dan ik. Jij weet toch iets af van die elektrische bedrading hier. Ja, door een kortsluiting is die schakelaar doorgebrand, hè. Ah. Je moet... Ik ga de handleiding zoeken. Ja, ja. Ah, meneer Fernand. Ah, Mark. Wat staat je aan het doen? Foto's aan het nemen, hè. Het is voor de verzekering, hè. Ah, hier? Ja, hier is ook rookschade. Ah, amai, dat is slim. Jij denkt ook aan alles, hè. En dan nu nog een foto van het slachtoffer. Ah? Even lachen naar het vogeltje. Ja, maar wacht. Dat is niet slim, hè. Waarom niet? Ah, nee. Als ik lach, dan denkt iedereen dat ik die in brand niet erg vind. Ik moet triestig kijken, hè. Oké. Klaar? Nu. Zo. Ah, Maurice. Allee, Fernand, neem ook eens een foto van Maurice. Foto? Ja, voor de verzekering. Ja, voor de verzekering, hè. Allee, Maurice, kijk eens tristig naar Fernand zijn vogeltje. Allee, Fernand. Slaap wel, Sjoeke. In ons bed. Dat beest dat deed blakkie. En zijn bazineke heeft een accident gehad. Ja, en dan? Ja, ik ga met blakkie meedoen aan die hondenwedstrijd. Gij deed toch mee, meneer? Ja, maar ons dierenhoken heeft niet genoeg kunnen repeteren. En dat zou niet eerlijk zijn. Ah, ja. En met een wildvreemde hond meedoen om te winnen, is dat eerlijk? Ik wil die hondencoiffeuses laten zien wat ik kan, hè. Ja, maar waarom moet dat beest in ons bed liggen? Omdat ik hem beter moet leren kennen. Ja, ik moet een intieme band kweken. Hè? In ons bed? Ja. Hier is niet genoeg plaats. Ja, dat is waar. Daar heb je gelijk in. Ah, dan toch. Allee, kom, Blackie. Kom, Blackie. Kom. Niks van. Jij gaat in de zetel slapen. Daar kun je vroeg opstaan om te studeren. Hm? Slaap wel, Sjoeke. Verdongen, Mark. Vertel mij eens alles wat u weet over de Galliots. Echt alles, meneer? Ja, alles. Of spreek ik Latijn misschien? Nee, maar het heeft wel niet veel gescheeld, hè, meneer? Want de Galliërs die woonden in Gallië toen de Romeinen ons rijk... Mark, moet ik eens niet ondervragen? Ja, dat is tof, ja, goed. Maar voor een kleine vergoeding, hè? Ja. Fernand, Mark moet zelfstandig werken. Wat? Dat zei Bieken ook altijd, ma. Die wilde mij nooit ondervragen en daarom was ik altijd gebuist. Ja. Oh. Xavier, wilde jij mij misschien ondervragen? Ja, Mark. Ik ben juist ontsnapt aan al dat studeren. Ik heb tegen Carmen gezegd dat ik hier moest komen helpen. Waarmee? Ah. Dag schotels leegmaken, natuurlijk. Pascal, 17 pintjes. Wat blieft? 17. Onder de 16 moet je toch geen alcohol geven? Pascal, 2 spaghetti's, alstublieft. Doortje, zou jij mij misschien willen ondervragen? Goh, wij komen gewoon rap iets eten en dan willen wij verder studeren. Dus. Toch een beetje bang om af te gaan? Nee. Ik wil Doortje de kans geven om te studeren in plaats van te koken. Doortje, sorry, vandaag geen spaghetti. Mijn fornuis ligt nog altijd uiteen. Pascal, ik moet even weg. Zet de patatjes maar op.
Dan zijn ze klaar tegen dat ik terug ben. Snoezeke, als jij patatjes wilt, hè, dan zult je moeten stoppen bij de frituur. Nee, maar dan gaan wij ook maar ineens frietjes halen. Hè. Zeg, hey, Maurice, ik zal voor u iets meebrengen. Ah, dat is vriendelijk. Hè? Maar, Maurice, veel werk, hè, zo'n quiz samenstellen. Ik deel zelf altijd alles op in thema's. Welke thema's heb jij? Oh, ik heb er... Ja, maar je weet dat ik niks mag zeggen, hè? Ah ja, Poel. Ja, Maurice? Weet je wat een mammoet is? Ja, ja. Dat is een prehistorische olifant. Nee, dat is zo'n grote kroket met vlees in. Wil je zo twee meebrengen? Haha, Maurice. De voorzitter, zeg. Mes amis, mag ik u presenteren aan Valérie? Mijn cuisine. Mijn partnerin voor in de quiz, hè? Nee, dat mag niet. Zij is toch geen kampioen? Jij bent toch ook geen kampioen? Pascal. Excuseer, mevrouw. Zou u mij misschien willen altijd vragen? Ja, ja. Zo van, hoe sterven hersencellen van domme blondjes? Eenzaam, hè? Zeg maar, weet je waarom een dom blondje altijd een lege fles in de frigo staan heeft? Voor als er iemand komt die niks wil drinken. Geestig. Heel geestig. Zeg, hoe klinkt de deurbel van een dom blondje? Hè? Ding dom, ding dom. Nee, het is juist andersom, hè. Dom ding, dom ding. Ah ja. Gaat jij mij nu nog beledigen ook? Ha! Dat ding, dat ding! Ding, dat ding! Ja, Paul. Van nu had ik niet verwacht dat jij zo zenuwachtig zou zijn. Ik win die quiz op mijn sloeven. Ja. Ja, jij gaat nog verschieten. Ja, maar wacht. Dan ga ik eens iets laten zien wat dat jij gaat vallen schieten. Wat vermoest ik al die manieren is? €100. En die vragen zijn voor u. Allee, wat denkt jij wel? Fernand, het gaat om de fair play trofee. Ja, okay. Nee, ik speel het spel eerlijk. Oké. Maar ik dacht zo... Als leraar mocht je natuurlijk je gezicht niet verliezen, hè. En zo'n trofee van de gemeente, dat komt natuurlijk in de gazet, hè. Om van de schoolkrant maar te zwijgen. Fernand, misschien kunnen wij toch zaakjes doen? Ah ja? Ja, maar niet voor mij, hè, maar Doortje die wil heel graag op gastronomisch weekend met mij. Ah ja, dat is waar ook. Dat is een weekend voor twee, hè. Ja. Dat is dan €200, hè. De Lage Landen? Jij moet toch niet studeren? Ik zoek neven vragen. Ik vermoed dat er vals is gespeeld. Echt? Allee, schandalig. Shh. Schandalig. Jammer, Mark. Shh. Zeg, kijk eens waar je loopt. Shh. Ja, maar... Welk gebouw werd ontworpen door André Waterkeijn en ter welke gelegenheid?
Het atomium X-50. Vraag 2. O'Grady en Bonen is 50 meter. Bonen die. Zeg, moet jij niet studeren? Ik volg de actualiteit, hè. Je weet nooit dat daar een vraag over komt. Tom Bonen is ontsnapt. Zat hij in het gevangen? De koers. Ja, ik hoop echt dat Maurice geen vragen stelt over sport. Maak je niet ongerust, Toortje. Ik ga die quiz winnen voor u. Jij bent daar precies zo zeker van? Ja. Als wij niet winnen, dan trakteer ik je op zo'n gastronomisch weekend. Oh, zeg. Daar hou ik je op aan, hè. Ja. Ik heb juist op het internet gezien en zo'n weekend kost 150 euro. Oh, 150 euro? Ja. Zit goed. Liggen. Flink. Zit. Bye bye. Goed. Niet slecht, hè? Nee. Blackie doet dat heel goed, hè, mijn schat. Je mocht hem nog een beloning geven, hè? Ja. Maar mijn boeleke doet dat ook goed, hè. Kom eens hier, ze. Nam, nam, nam. Oeh, wil jij toch meedoen met dat schoothondje van u? Nee, met Blackie. Maar vanjes, dat kunt u een Blackie toch niet aandoen? Blackie en ik, wij gaan dat hier wel winnen, hè. Ja, in uw dromen. Honden zijn als koerspaarden. Die zijn maar zo goed als de jockeys die erop rijden. Oh ja. Als jij op uw hond gaat zitten, hè, dan zakt dat daar een beest door zijn poten. En nee, Rokke, die mag hier niet zijn. Alleen honden die deelnemen. Kom mee, Boeleke. We gaan een plaatsje zoeken op de tribune. Ja, dan kun je een keer goed lachen met uw mama maken. Erik, Xavier. Ja. Doze jade. Alles duidelijk? Heeft er iemand nog vragen? Ja, jij zeker, Maurice? Ja, ik, hè. Met een lege maag kan ik niet nadenken. Nu niet, Xavier. Ik moet de punten noteren. Ja, maar hoe? Een café zonder bier? Dat is gelijk naar een oorlog gaan zonder geweer. Zorg maar dat je wint, anders is thuis oorlog. Ja. Goed, dan beginnen we vraag 1. Oei. Als ik maar geen last krijg van zenuwen, hè. Ja, maar dat is normaal, hè. De eerste keer heeft iedereen een beetje zenuwen, hè. Ik ben helemaal niet zenuwachtig. Ik ga sowieso op weekend, hè, Paul. Ik ben ervoor klaar. Vraag 1. Ik ben op zoek... No. Het Atomium Expo 58. Fout en Paul mag niet meer antwoorden. Zij je. Je had de vraag toch nog niet gehoord? Zenuwen? Vraag 1. Ik ben op zoek naar de muze van de geschiedenis in de Griekse mythologie. Jupiter. Jupiter. Ik ben op zoek naar de muze van de geschiedenis in de Griekse mythologie. Ja. Zij was tevens een dochter van Zeus. Oh, ja, met die boog. Ja. Nee. Mark, ik weet het niet. Hè. Al mijn hoop ligt bij u. Ja. Hoi, alles is weg. Jij bent degene die de hele tijd heeft kunnen studeren. Jij hebt toch weer geen blackout? Oh, was dat niet het probleem bij uw examens, Mark? Dat kan ik u niet zeggen, hè, ma. Ik heb een blackout. Maurice, mogen wij een tip hebben? Goed, een tip voor de helft van de punten. Denk aan een automodel. Hot! Ferrari! BMW! Fout. En maar één antwoord per persoon. Cleo. Juist, 5 punten voor Valérie. Pascal, geen noteren. Cleo, noemde jij dat een auto? Ja.
moet niet kwaad zijn. Ons mama doet dat met Blackie om de eer van onze familie te verdedigen. Goed supporter voor ons mama, hè? En zelfs komt ons mama terug. Want jij blijft toch mijn grootste schatten. En dan nu applaus voor het laatste koppel, Waterslagers Carmen met haar hond Blackie. Proficiat met je tweede plaats, hè? Valérie op kop met 115 punten. Laatste vraag. Wij liggen voor, hè? Valérie ligt voor. Jij hebt nog geen enkel juist antwoord gegeven. Laatste vraag. Hoe heet het hondje van Obelix? Iets meer op. Mark, dat moet jij toch weten. Oh, Bobby. Fout antwoord. Idefix. Juist. Ah ja, natuurlijk. Bobby is het hondje van Samson en Gert. Valérie wint uiteindelijk met 125 punten. Proficiat. Ja! Je ziet dat die blondjes uit de Pussycat toch nog niet zo dom zijn, hè? Ik versta niet dat jij met uw capaciteiten in de Pussycat werkt. Waarom niet? Ik doe dat de boekhouding. Pascal, uw fornuis is hersteld, hè? Bon, zeg, gewonnen. Jij hebt mij compleet aan de vragen verkocht. Ik wist dat er geknoeid was en daarom heb ik nieuwe vragen gemaakt. Dat had ik echt niet van u verwacht, hè. Doortje, ik heb het alleen maar voor u gedaan, voor ons weekendje. Jij gaat dat weekend betalen, zelf. Ja. Marieke, wanneer gaan wij op weekend, schatje? Meneer Boma, dat hebben we nooit afgesproken. Hoe, dat hebben wij nooit afgesproken? Nee, ik ga met mijn lief. Met uw lief? Hello. Dat kan niet, hè? Ah nee, dan gaat er niemand van de kampioenen. Ze gaan mij ook lief zetten. Ik kan het toch niet maken, hè? Mannekes. Kalm. De fair play is hier blijkbaar verzoek. We gaan nu toch geen ruzie maken voor zo'n weekend? Zo'n weekend? Ja, maar ik ben niet kunnen dat wel niet. Ja. Ik vind niet dat een van de kandidaten de prijs verdient. Het weekend gaat naar de enige twee die geen ruzie maken. Maurice en Pascal. Proficiat, hoor. Alsjeblieft. Pascal, ik heb het verdiend. Ja, Pascal, jij en uw Maurice verdienen dat. Amuseer u. Ik trakteer mezelf al op mosselen met friet. Mosselen met friet? Ah, nee. Dat gaat niet. En waarom niet? Ah, wel ja. Je weet toch waarom de mobloontjes geen mosselen eten in het weekend? Het zijn weekdieren. Domme blondjes? Zijn dat weekdieren? Sjoeke! Oh, Sjoeke! Ik heb een blackout gehad. Trek het u niet aan, Sjoeke! Nero en ik, we hebben gewonnen! 250 euro! Ja! En iedereen mag eten en drinken op kosten van onze leren! Gelukkig dat mijn fornuis
stijltjes, hè? Profiel!